We gaan elkaar vandaag beter leren kennen, ja, dat klopt. Jesper wandelde vandaag door de stad. Sam Broeren van de Mask organiseerde de tocht die studenten in coronatijd toch met elkaar in contact brengt. Ja, wij zijn van de commissie Mask. We zijn allemaal vertegenwoordigers van de grote vijf gezelligheidsstudentenverenigingen van Leiden. En het is eigenlijk ons doel om barrières tussen die verenigingen af te breken. Daarom leek het ons ook een mooi idee om mensen van verschillende verenigingen aan elkaar te matchen. Op onze site staat een link waarop je je kan opgeven. Ook op onze Instagram en op onze Facebook kan het allemaal opgezocht worden. En dan word je binnen de kortste keren gematcht aan iemand van een andere vereniging. Kan zo'n stucco-match wel in coronatijd? Ja, we drukken altijd alle deelnemers op het hart om goed afstand te houden. En wel gewoon de coronamaatregelen in acht te nemen. Ja, we hebben dus inmiddels al meer dan 60 aanmeldingen. En ook bijna 50 mensen kunnen matchen aan elkaar. Dus er is genoeg animo. Dus ik zou niet weten waarom je niet zou opgeven. David was op de gelegenheid gekleed. Ik hou heel erg van vrije lucht langs mijn benen. En als het regent hou ik niet van een lange natte broek. Ja, ik ben dit jaar bij een dispuut gegaan. Dus dat is sowieso heel veel nieuwe mensen die ineens langskomen. Maar het is natuurlijk wel anders. Omdat je niet echt fysiek met die mensen kan afspreken of zo. Maar ja, algemeen wel prima plek om mensen te ontmoeten, zeg maar. David werd gematcht aan Jesper. Leuk om een keer nieuwe mensen buiten mijn eigen dispuut en mijn eigen vereniging te spreken. Dus ik vind het wel leuk. De mannen kenden elkaar voor de wandeling nog niet. Nee, ik ben gematcht, nog nooit gesproken. We hebben even kort contact gehad over hoe laat en waar. En verder niet. Nee. Of ze elkaar na de wandeling nog een keer zien, zal blijken na afloop.